KPN heeft bekendgemaakt dat het constructieve gesprekken voert met American Mobile over het bod van €2,40. Het feit dat ze zeggen dat ze constructieve overleg voeren is heel belangrijk, want het is een hele andere toon dan de Stichting Preferente Aandelen, die spreekt van een vijandig bod. Kortom, een heel kort persbericht van KPN waarin toch heel veel gezegd wordt, namelijk dat er steeds meer minder sprake is van een vijandig bod, maar steeds meer sprake is van een vriendelijk bod. Hoe groot is nou de kans dat het doorgaat? Ik denk dat de kans dat het bod van €2,40 doorgaat vrij groot is. American Mobile is een hele constructieve aandeelhouder en de stichting die het bod wilde tegengaan, die heeft eigenlijk alleen maar geprobeerd om KPN met American Mobile aan tafel te zetten. Nou, zij praten nu samen en ik denk dat ze er wel uitkomen, want de belangen voor beide zijn groot. Is er nou kans op een hoger bod? Nou, ik denk dat de kans erop klein is, maar die is er wel enigszins, want KPN heeft inmiddels een beter bod gekregen van Telefonica Deutschland, ietsjes hoger. Dan zouden ze iets meer kunnen betalen. Anderzijds heeft Carlo Slim niet echt de reputatie van heel ruim te bieden en hij heeft ook wel veel kaarten in de handen, dus ja, hij hoeft ook niet zo heel veel meer te bieden. En daar komt ook nog eens een keer bij dat Carlo Slim niet wil dat E-Plus wordt verkocht aan Telefonica. Dus ook die kostenbesparingen niet worden gehaald. Dus je kunt je ook afvragen of die echt veel meer kan bieden. Daarnaast heeft Carlo Slim natuurlijk sterk te maken met de ratingbureaus. En hij heeft al gezegd dat hij die toch wel redelijk, dat hij zijn rating toch wel erg belangrijk vindt. Er is ook nog een ander scenario dat het bod niet doorgaat. En dan is het neerwaartspotentieel toch aanzienlijk veel en veel hoger dan het opwaartspotentieel. Dus wat dat betreft blijf ik toch erg voorzichtig met KPN. Het kan namelijk zo zijn dat American Mobile het bod intrekt. En dan heeft hij al gedreigd dat als de stichting die preferente aandelen blijft laat uitstaan, dat ze dan het bod intrekken. En dan gaat de koers natuurlijk behoorlijk naar beneden. Maar dan is er nog iets, want KPN, de koers van KPN is vanaf die 1,75 fors gestegen naar richting die 2,40, omdat KPN E-Plus verkoopt voor een hele mooie prijs en daardoor aanzienlijke kostenbesparingen kan realiseren. Ik denk dat de kans behoorlijk groot is dat toezichthouders dat niet zullen toestaan. En dan is het neerwaartspotentieel nog zeer aanzienlijk. En bovendien is de hele telecommarkt nog steeds heel moeilijk. Zeker nu de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan om ook nog eens een keer de roamingtarieven aan te pakken. Dus onderliggend voor KPN ziet het er niet zo heel best uit. En ik denk dat ze heel erg blij mogen zijn met een bod van €2,40. Ons advies blijft op deze koers niet aanbevolen.